De Vinitsa Oblast, Oekraïne. Het stadje Ladishin is de toegangspoort van een uitgestrekt gebied dat wordt beheerst door het grootste plofkippenmegabedrijf van Europa, MHP. Te midden van kleine dorpjes bevinden zich hier grote plofkipcomplexen, elk bestaande uit tientallen stallen. Stal na stal na stal na stal. Schier eindeloos. Dit gebied heeft iets onwerkelijks. Er zijn hier miljoenen dieren, maar je ziet letterlijk geen kip. En als je deze complexen uit de lucht bekijkt, dan hebben deze bataljons kippenschuren iets weg van gigantische rijen tanden in het landschap. Onverzadigbare monden die astronomische aantallen kippen verzwelgen. Honderden miljoenen per jaar. Dit ene bedrijf, MHP. Produceert 60% van alle vleeskippen in Oekraïne. Dit bedrijf is tot stand gekomen mede met hulp van Nederlandse bedrijven en de Nederlandse overheid. Roep de Nederlandse overheid op om geen steun meer te verlenen aan dierenleten in het buitenland. Ga naar worldanimalprotection.nl en teken de petitie.